Heel goeiedag, jongens en meisjes. Voornamelijk jongens, denk ik. Ik weet niet. Even een kleine update. Ik heb een gast gevonden. Aardig en zo. Het was gisteren. En die had een server. En die wou hij zocht mods en admins. En ik had gemaild of hij misschien de server voor Mega Minecraft wou maken. Nou, dat wou je heel graag. Nou, het staat nu hier zo. Oeh. Dus wij zijn nu bezig om de server een klein beetje. Ja, de server die bestaat dus eigenlijk al. En hij zal voor de server voor de rest zorgen, om het zo te zeggen. Even denken. Dus de server die gaat public worden. Er staat nu nog een whitelist op. Even kijken. Ja, het is Minecraft Beta 1.9 pre-release op dit moment. Dus ja, dit is een spawn. Ik weet niet of die nog veranderd gaat worden, want hij had wel gevraagd of ik nog mensen kon die een mooi spawn konden maken. Dus ik heb even iemand voorgesteld. En moet even kijken of dat gaat lukken. Ja, het is dus een survival map. Met wat dingen erop. Zo, ja, leuke plugins. Kijken of ik dit kapot kan maken. Ja, je hebt jail. Je hebt. Even kijken wat er hier allemaal staat. Hè. Hou je aan de regels, gejailed. Hou je aan de regels, gejailed. Oké, nou, daar was ik al in geweest. Dat was gewoon een gang, doodlopend. NPC-dorpje, NPC-dorpje 2. Oké. Dus, spinnen we hebben. Even kijken. Nou, hier staan dus wat regels op. Admins, moderators. Ja, het is dus ook PvP. Staat er dus ook bij dat een van de moderators houdt van mensen killen. Je krijgt geld ervoor. En daar kan je als het goed weer dingen mee kopen. Dus. Oeh. Oeps. Holy shit. Dat was denk ik niet de bedoeling. Oké, nou, ik stop er maar weer mee. Dit is ook de eerste keer dat ik inlog en er was niemand online. Whitelist, 20 members, ver van de spam bouwen. Ja, wanneer hij dus online komt, ik hoop dat er redelijk wat mensen het leuk zullen vinden. Ja, dat was eigenlijk even de update. Ik hoop dat we zo snel mogelijk de IP aan iedereen kunnen doorsturen. En ik hoop dat jullie er veel plezier van zullen hebben om op deze server te spelen. Nou, tot ziens. Hoe zet je dit uit?